Are you ready? Goedemorgen met de leukste winkel van de Rijk Noord-Nederland, Friesland. Omstreken op die bestrijdende plaatsen. Spreek met Wiebe, hallo. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Ten tweede gaan vanaf morgenochtend alle niet noodzakelijke winkels dicht. Hallo beste kijkers. Ja, we hebben allemaal het nieuws gezien, hè? En ja, onze winkel is natuurlijk ook dicht. Maar wij zijn wel geopend voor PostNL. Zoals je ziet, bij de kerstboom staan we nu. We hebben de balie aangepast. De winkel is afgesloten. En je kan nog steeds je pakketjes halen die je besteld hebt en brengen. En aangetekende brieven doen we ook. Onze openingstijden die zijn nog steeds zoals ze ook voor de lockdown waren. Dus dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 6. Zaterdags van 10 tot 5. Wat nieuw is, dat ik elke dag, ja, elke dag, 5 artikelen plaats op Facebook van huurders. Bij die artikelen, producten zijn het, zeg het maar, hoe je het wilt noemen, maakt me niet uit, staat een prijs. Ben je geïnteresseerd, dan kun je bellen. Alleen bellen, geen berichtje sturen op Facebook, want ik zit niet de hele dag op die telefoon te kieken natuurlijk. Dan kun je bellen als je belang hebt bij dat product. En dan maken we een afspraak. Ik zet dan op Facebook dat het verkocht is. Ik noteer je naam en telefoonnummer. Nou, het staat er allemaal wel op, dus zo moeilijk is dat niet. Zo komen we toch onze huurders, en zeker, ja, we hebben gelukkig trouwe huurders, tegemoet in deze, zeg maar, bizarre tijd. Nou denk je natuurlijk, waarom staat die muts nou bij de eieren? Ik sta hier bij de eieren om de... God, weer. Weer het zoveelste telefoontje. Moment hoor, ik ben wel open. Goedemorgen, Wiebes Verkoopplaats met Wiebe. Ah, mevrouw... Ja, ik had u gebeld. Ik weet het antwoord wel, maar het gaat even... over, ik heb natuurlijk een droog horecavergunning. En ja, ik denk nu ga ik toch het gemeentehuis bellen. Van nou, de regels zijn wel aangescherpt, maar volgens mij weet ik het antwoord wel. Ik kan toch gewoon zoek doen to go? Ja. Jazeker. Gewoon in die heerlijke meeneembekers zeg ik dan maar wat de Chinees ook heeft, weet u wel. Dus het is afhalen hier bij de PostNL balie en drinnen eruit en een lekker rieten. Ja. Ja. Nou, fijn dat u de tijd heeft genomen om even terug te bellen. En ik zou zeggen, ondanks alles, de beste wensen voor het nieuwe jaar alvast. Hè? Oké. Dank u wel. Ja hoor, dag. Nou, dat was dus het gemeentehuis. Ik denk, ik wil het weten. Maar goed. Ik sta dus bij die eieren. Hoe komt die rottige kippen weer voorbij? De eieren zijn ook to go. Het is mooi als je een doosje meeneemt, want de dubbeldooiers, ze blijven lekker en we verkopen 100 eieren in de week. En we hebben voorraad, dus ik zou zeggen, kom er bij de balie als je wil, met je mondkapje op. En het liefst een eidoosje mee, ik heb nog wel wat, en anders mag je ook brengen. En dan, dan toch maar een eitje in deze tijd, of niet dan? Nou, het zijn jullie niet gewend, hè? Het is een korte vlog. Ja. Volgende week is het bijna kerst. Dan kom ik nog met een kleine kerstdingetje. Want ja, ik heb natuurlijk dingen te vertellen, maar niet zoveel als anders. Want ja, omdat de toko natuurlijk dicht is. Nou, nogmaals, tot volgende week. Pakketjes, YouTube, nou ja, je weet het allemaal wel. En ik zou zeggen, pas goed op elkaar. Hou je aan die regels. Doen wij het ook. En op een... kortere manieren tot ziens. Klinkt heel gek wat ik zeg, maar ja, het is een gekke wereld. Nou, ik ga hoor. Doei, doei. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube.
Wiebes Verkoopplaats.